Een houten klomp die uit een printer rolt. Het klinkt wat onwerkelijk, maar maquettebouwer Alfons Stens bedacht de geprinte klomp. En vandaag kwam hij met de eerste geprinte houten klomp naar de klompenfabriek in Beltrum. Dan zie je die draad gaan. Dat is ook de draad waarmee hij het product opbouwt. Nou, ik zie nu dus dat die draad die je hier op die rol ziet zitten, die gaat hier naar boven. Die komt in dit apparaat en dat wordt hier verwarmd. Dat wordt ongeveer 220, 230 graden. En dan komt hij er vloeibaar uit en daar is hij nu een lijntje mee aan het tekenen op de rand van de klomp. Dus hij bouwt nu in principe die hele klomp in laagjes van 0,2 mm bouwt hij die op. En er zit 55% hout zit daarin en de rest is maar bindmiddel. Dus je ruikt het echt. Kijk maar, echt een beetje houtlucht. Ja, inderdaad. Ja. Ik vind het mooi om te zien. Grappig. Het is de eerste in Nederland geprinte 3D klomp. Ik kan hem weer omhangen. Kijk eens, alles goed. Ronald, dank je. Geweldig. Dank je. Geweldig. De eerste 3D-klomp. De eerste 3D-klomp. Dit is onvoorstelbaar.